Welkom bij Arnhem Report. Voor deze aflevering zijn we helemaal naar Oosterbeek gereisd. Want hier is een man die lesgeeft in mannenyoga. Oh. We zijn in Oosterbeek in de yogastudio Koning Zwaan. En hier geef ik op woensdagavond mijn les. Maar er zijn ook andere lessen hier. Mindfulness, kinderyoga en nog wat andere dingen. En jij geeft speciaal yoga voor mannen, heb ik begrepen. Dat is helemaal correct, ja. Kundalini yoga voor mannen. En het is gewoon dezelfde yoga die ook voor vrouwen wordt gegeven. Alleen, ja, het is een andere vorm van energie dan eigenlijk man en vrouw bij elkaar. Kun je dat eens uitleggen? Ik zal het als een voorbeeld uitleggen. Ik was toen ik begon met lesgeven. Toen zei iemand van, ja, waarvoor geef je geen mannen yoga? Ik zei, ach, kom op, ik ga gewoon bij vrouwen zitten. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar toen ben ik naar Amsterdam gegaan, waar mannen yoga gegeven werd. En toen denk ik, ja, dat is toch even heel wat anders. Het is een hele andere energie. En dat voelde gewoon heel goed. Plus dat het gewoon voor mannen de drempel weghaalt om, waar toch nog een beetje de vrouwen en het zweverige en yoga, om dat dan een beetje weg te halen. Want is mannen yoga dan niet zweverig? Het is geen van beide is het zweverig. Ah. Het is een gedachte die bij mannen in het hoofd zit, denk ik. Oké, want wat voor yoga geef je dan? Kundalini yoga. En wat is daar speciaal en wat maakt dat anders? Of? Nee, het is gewoon een bekende. Het is een fijne yogavorm voor mijzelf. En het is een duizenden jaren oude vorm van yoga die in Noord-India werd gedaan, in het geheim. En die door Yogi Bhajan naar Amerika is gebracht in 1968, denk ik. En daar heeft hij zijn eerste les gegeven. En hij heeft een tijdloze erfenis achtergelaten van yogavorm. En het is een krachtige yoga die je na één les al ervaart. En wat ervaar je dan al na één les? Dat is iets wat ik tegen mensen zeg die pas komen. Eigenlijk moet je gewoon een les volgen. Want de woorden zijn te beperkt om de ervaring te omschrijven met woorden. Maar je voelt je energieker. Je voelt, je wordt flexibeler in je lichaam. En de geest wordt rustiger. Je kan je makkelijker kan je in jezelf terugtrekken, waardoor je niet te snel reageert. En het is natuurlijk ook een leefwijze, Kundalini yoga. En die vind ik zelf ook heel belangrijk, ook in het contact in je relatie naar je partner toe bijvoorbeeld. Op het moment dat ik vroeger geraakt werd, toen reageerde ik tegelijk van, ja, wat nou? Maar nu ga ik naar mezelf toe en dan denk ik, goh, waarvoor raakt dat mij nou zo diep? En wat is nou de reden dat het mij raakt? Want het is niet degene die dat zegt, die dat doet, maar het is gewoon iets in mijzelf. En daar heb ik heel veel van geleerd. En daardoor kan je het veel rustiger op reageren. Of ik zeg gewoon van, nou, daar kom ik op terug. Want ik moet uitzoeken bij mezelf waarom dat zo mij raakt. Anders zal ik gewoon terug lelijk reageren. En dan kwets je eigenlijk je partner of die andere persoon. Wat niet nodig is. Dus yoga doen helpt je om wat meer afstand te nemen van je directe emoties? Vertel ik dat goed? Ja, onder andere, ja. Wat interessant, want het zijn toch gewoon bewegingen, yoga?
Ja, er zit natuurlijk ook een theorie zit erachter. Het is ook inderdaad de bewegingen en de meditaties en de mantra's die je zingt. Kijk, met Kundalini Yoga zijn mantra en het zingen van de mantra's is heel belangrijk. De trillingen van het geluid geven een effect in je lijf en maken dingen los. Ook dingen los die je van het verleden hebt vastgehouden. En daar komt beweging in. En dat komt naar boven toe. En dat, of dat, je lost dat op of je communiceert daarover. Je hebt natuurlijk ook allerlei bewegingen of oefeningen die je doet die ook invloed hebben op je mind, maar ook op je hart en op je darmen en op je klieren. Je klierensysteem wordt daar ook mee beïnvloed. Hoe dan? Door de oefeningen die je doet. Door de specifieke oefeningen die daarvoor gemaakt zijn. En net zoals de lessen, geen één les is hetzelfde. Elke les heeft weer een andere vorm en is weer een andere insteek voor waarvoor je hem gebruikt. We zijn nu bezig met de les in intuïtie. En dan zou je denken, nou, dan ga je, dat is de zesde chakra. Dan ga je gelijk met intuïtie beginnen. Maar we beginnen eerst met de eerste drie chakra's. Want dat is, die heb je nodig om te gronden, om stevig te staan. En door die oefeningen te doen, breng je balans in die eerste drie chakra's. Waardoor je stevig kan staan en naar hogere chakra's kan gaan en daarmee gaan werken. Dus er komt heel veel bij kijken eigenlijk, hoor ik je zeggen. Ja, het is ook het is lastig om in een interview daar het gehele verhaal in te vertellen. Want het is gewoon heel veel. Het is een levenwijze. 'S Morgens vroeg ga ik altijd onder de koude douche. Ja, waarvoor ga je onder de koude douche? Nou, je bloedsomloop wordt gestimuleerd. En je staat gewoon op een hele andere manier sta je op. Je slaapt niet meer dan 7-8 uur. Want waarom? Nou, omdat je dan, als je langer dan 8 uur slaapt, word je heel duf en suf. Want dan kom je in een andere cyclus terecht. En zo, en met eten, je eet bijvoorbeeld, na 4 uur ga je niet meer echt zwaar tafelen. Je eet geen vlees, want het verteert slecht in je lichaam. Kijk, zo zijn natuurlijk heel veel dingen. Je draagt witte kleren. Waarom draag je witte kleren? Nou, ik zal je zeggen, als je 1000 mensen hebt lopen en er lopen 2 mensen met de witte kleren, dan vallen ze op. En niet omdat ze vervelend opvallen, maar ze vallen op. Het is een licht wat je ziet. En dat is gewoon heel. Nou ja, zo zijn er meerdere items in de leer van de Kundalini yoga en leefwijze die waar je over kan vertellen. Wat natuurlijk een heel verhaal is. Ja, het is heel veelomvattend, hoor ik. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met Kundalini yoga? Was in Frankrijk op een camping. Daar sprak ik een dame en ik vertelde. Toen was ik best wel in een wat sombere stemming, al jaren. En dat had te maken met mijn PTSS. Ik was uitgezonden naar Libanon. Nou, daar heb ik gewoon veel nachtmerries van gehad en 30 jaar. En daar was ik gewoon echt, daar was ik wel redelijk depressief van. Of kon ik moeilijk uitkomen. Ik was heel afgesloten. En die zei, nou, Kundalini yoga werkt goed. Nou, ik wist helemaal niet wat het was. Toen heb ik in de bibliotheek daar van de camping ben gaan zitten, 's morgens vroeg. En dan heb ik Kundalini yoga gedaan. Nou, en toen voelde ik er al van, ja, dit brengt me wel heel veel. Dit geeft heel veel. Het is een soort rust kwam er in me. Dat voelde ik er heel goed. Maar ook een energie, meer energie. En ik stond bekend dat ik altijd een hoed op had en die over mijn ogen had. Ja, en die verdween. Ook letterlijk verdween die. En toen ben ik dus les gaan volgen, 3 lessen per week. Zo. En toen voelde ik er gewoon, toen kreeg ik rust. Toen werd die chronische PTSS, kon ik beheersen. Ik had niet meer die ruimte dat ik dacht van, oké, daar kunnen mensen doorkomen, waar kan ik vluchten. Dat werd steeds minder. Ik kon dingen relativeren makkelijker. Het is niet weg, ik voel het nog wel steeds. Maar ik kan die mind beheersen. Onze mind is gereedschap. Het gereedschap wat wij moeten bedienen. En het gereedschap moet niet ons gaan sturen. En dat, daar begon ik vat op te krijgen. Dus dat ik dat gereedschap, mijn mind, kon zeggen van, nu hou je je mond dicht. Want nou wil ik gewoon even voelen en voelen wat er aan de hand is. En ik wil geen verhaal horen in jou. Ik wil geen gedachten hebben over verhalen die niet kloppen.
Nou, en daar heeft de yoga mij in geholpen. Ook gewoon dat je inderdaad mediteert. Dat je tot rust komt. Dat je naar binnen gaat. Naar je gevoel. Naar je hartcenter. En dat bracht mij rust. En nou ja, toen kwam mij te horen om dan ook op die opleiding te gaan volgen. Nou, dat heeft me natuurlijk nog meer in beweging gezet. En ik vind het zo waardevol. Dat ik wil het gewoon echt. Ik dacht van ja, die mannen die moeten gewoon op de mat komen. Dat is mijn volgende vraag. Ja. Ja. Waarom moeten mannen op de mat komen? Ja, en het hoeft nog ineens niet bij mij op Kundalini yoga of dat ik een volle zaal wil hebben. Maar gewoon mijn ervaring met die yoga is zo'n grote rijkdom. En ik zie het steeds als mensen bij mij in de les komen. Dan willen ze vragen ze mij, ja, wat is Kundalini yoga en hoe gaat het? Ik zeg, ja, neem gewoon 3 lessen. Dat zijn proeflessen. Ervaar het. En bij de eerste les, ja, dan zie je gewoon al dat ze het raakt. Gewoon het hele gedeelte, de kriya, de meditatie, de diepe ontspanning. Wat is een kriya? Een kriya, dat is een set met verschillende oefeningen. Mm-hmm. Die dan gericht is op een bepaald onderwerp. Nou, en dan zie ik, laten we zeggen van een 10, dat er 8 mannen altijd. Die zeggen gewoon, ja, ik blijf gewoon en wij gaan yoga doen. En heb je nog iets wat je zegt om mannen over de streep te krijgen? Mannen die denken dat het zweverig is en voor vrouwen. Wat zeg je dan? Kom het gewoon ervaren. Want het is gewoon niet uit te leggen wat het doet met je. Want jouw pad is een heel ander pad wat je bewandelt, wat ik bewandel. En dat geldt voor anderen, geldt dat ook. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Als mannen bij mij op de mat liggen, Die zijn op hun eigen pad aan het bewandelen. Er zijn geen gevorderden, er zijn geen beginners. Iedereen is gewoon zijn pad aan het bewandelen. En die ervaart zijn praxis op zijn manier. En dat is gewoon het hele mooie ervan. En ja, als ze thuiskomen, dan gaat het ook vaak nog door, de werking. Maar het is eigenlijk misschien ook wel een goede plek voor mannen die denken, ja, ik wil wel een keer yoga doen, maar ik wil niet in zo'n zaal vol vrouwen zitten. Ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, als ik bij mijn partner kijk, die geeft gemengd les. Maar daar zitten dan, laten we zeggen, 12 vrouwen en 1 man zit er. En dat is gewoon anders. Want vrouwen zijn veel, op een bepaalde manier zijn ze leniger. Bijvoorbeeld het bekken is veel leniger van een vrouw. En als je dan als man ertussen zit en jij zit met je houterige bekken en benen, probeer je oefeningen te doen. En die vrouwen die zitten gewoon heel mooi die oefeningen te doen. Ja, dat is niet echt motiverend. Oké, dus is mannen-yoga omdat de mannen stijf zijn? Ja, op hun manier zijn ze wel stijver. Maar het wil niet zeggen dat er een conditioneel verschil zit. Maar het is gewoon fysiek verschil is er. En dat merk je. Maar plus dat gewoon. Ik merk gewoon dat we over dingen praten. Die gewoon ook. Die raakt de groep. Zowel mij als de groep. En dan wordt er over gecommuniceerd. En dat is gewoon. Dat is zo waardevol, vind ik. Dat is gewoon. Ja, daar word ik heel blij van. Dat er een avond is dat mensen geraakt zijn en dat we daarover kunnen praten. En dat kunnen verschillende onderwerpen zijn. En dat is gewoon zo mooi is dat. Want dat zijn leermomenten van de groep. Want het is natuurlijk een groepsenergie die plaatsvindt. Ik geef les, maar eigenlijk geef ik alleen maar iets aan. En we doen met elkaar doen we de les. Doen we. En we zitten in dezelfde energie. En dat is het mooie. Als hun mij bedanken, bedank ik ook hun. Want ik ben ook door hun meegenomen en ik heb hun energie mogen gebruiken of mogen voelen. Mm-hmm. Dus dat is ook belangrijk. En hoe ziet zo'n les er dan uit? Zo'n mannen-yoga-les? Nou, we beginnen eerst met intunen. Dat is eigenlijk een soort veiligheid. Want als je natuurlijk zo met yoga bezig bent, dan stel je je natuurlijk heel erg open. En dat die mantra is een soort beveiliging wat je dan voor jezelf maakt. En dan beginnen we met een fijne warming-up. En ik zie ook in de groep dat die dat heel fijn vinden. Maar er zijn ook andere warming-up, gewoon de spine flex die je dan vanuit voor de onderrug en de katku. Nou ja, zo zijn er verschillende warming-ups. En dan beginnen we met de kriya die dan voor een bepaald onderwerp is. En daarna hebben we de diepe ontspanning. Nou, en dan wordt er met de gong gespeeld. En in Wageningen hebben we ook een gong, die is groter. Nou, die gaat gewoon echt, die vult die hele ruimte en die gaat door je lichaam heen. En die brengt ook iets teweeg.
Het is natuurlijk een oerklank, hè? De om en de gong. Het is een, en daarna hebben we nog de meditatie dan van 11 of 12 minuten. En dan sluiten we af. En dan drinken we thee. En dan communiceren we nog of praten we over de ervaringen. Of als er vragen zijn, wordt er die beantwoord als ik daar antwoord direct op heb. Het klinkt als een enorm verhaal. Hoe lang duurt dat? 1,5 uur. In 1,5 uur doe je dat allemaal? Ja, soms wat langer. Het loopt ook uit. En dan zeg ik, ja, sorry, dit is uitgelopen. Ze zeggen, nee, dit is onze avond. Maakt niet uit. Dus het kan 10 over 10 worden, 10:15. Ja. Bob Glasmacher, jij bent hier yogastudent. Ja, ik ben hier yogastudent en ik doe dat ongeveer iets meer dan 1,5 jaar. Hier in de mannenyoga groep? In de mannenyoga. En hoe dat gekomen is, wil je natuurlijk wel weten. Ja. Nou, ik ben met mijn vrouw een keer naar een sessie geweest van Two Bodies, One Soul. En heb ik ook Ramon ontmoet, mijn yogadocent. En ja, dat was meteen... was ik bereid om het toch yoga te doen. Ik had daarvoor nooit yoga gedaan. Ik was ook niet sceptisch of zo tegenover. Maar ik had daar ook geen weinig tijd voor. Maar op een gegeven moment heb ik toch gekozen om yoga op een donderdag te gaan doen. Dus vandaar. En wat sprak je dan zo aan in die eerste keer? Ook wel de eerste keer was het samen zijn. Maar ook de energie die je van elkaar voelde. En zeker de eerste keer was het samen met mijn vrouw. En dat voelde echt heel fijn. Yoga samen te doen. Dus ik dacht, nou, wie weet, hij vroeg gelijk van, zou je mannenyoga willen doen? Ramon vroeg dat. Ik zei, nou, ik moet er even over nadenken. Ik ben een week later op mannenyoga gegaan. Maar je moet ook zingen en dansen en zo, heb ik net gehoord. Ja, hoe vond je dat? Dat vind ik hartstikke leuk, want ik doe zelf ook veel aan muziek. En tegenwoordig zit ik ook in een yogagroep om muziek te maken. Dat doen we de sadhana. En de sadhana zijn in de ochtend bij de volle maan sessies. En dan maken we muziek met een aantal muzikanten, yoga mensen. En dat klinkt fantastisch.
Maar je zegt met volle maan in de ochtend, maar de maan schijnt 's nachts. Nou, volle maan opkomt. Of als de maan opkomt, dan doen wij dat. Dat is heel vroeg. Ja, dat is heel vroeg. Dan zijn we om 5:30 meestal begin sadhana dan. Wat fantastisch. En vertel eens hoe dat gaat. Daar zijn we. Dat is iedereen die is bereid natuurlijk, maar het geeft ook wel een bepaalde energie. Je hebt de dag voor je, ja, maar het is ook heel het samen zijn. We gaan dan eerst yoga doen. Daarna gaan we de mantra zingen. En daarna gaan we gezamenlijk eten. Lunch of ontbijten. Mm-hmm. Ja, zo gezellig. En ervaring uitdelen. Wat heb jij, wat vind je ervan van de oefeningen? En hoe heb jij het ervaren? En met de mannenyoga vind ik zelf het fantastisch. Dat we ook na afloop gaan we echt met elkaar communiceren. Praten van wat heb jij gevoeld, ervaring delen. En dat vind ik echt supermooi. Dat kan me voorstellen, want dat doen mannen niet vaak met elkaar. Ik moet zeggen, de mannen zijn opener dan je wel denkt. Ik denk dat in zo'n groep, maar misschien komt dat ook door de energie die wij gezamenlijk hebben in zo'n zaal, dat de mannen zich kwetsbaar kunnen opstellen. En dat is meestal moeilijk voor een man. Ja. Toch? En leer je dat dan hiervan of komt het hier naar buiten? Nou, ik denk dat het wel van yoga, de kundalini-yoga die wij dan beoefenen, dat we dat wel leren. Ik leer wel naar jezelf kijken. Om te kijken van, ik denk zelfs dat het goed in je arbeidsproces, dat yoga heel goed voor jezelf zou kunnen zijn. Hoe je met mensen kunt omgaan, hoe je kan reageren. Ook al heb je het moeilijk. Wat heel fijn vind is namelijk die mindsetting. Zo zetten dat je niet aan het probleem denkt, maar naar oplossingen denkt. Mm-mm. En dat vind ik wel fijn om dat mee te krijgen door de lessen die we van Ramon krijgen. Nou, ik kan aan je zien dat je heel enthousiast bent, je ogen glinsteren. Ik ben enthousiast. Ik kan met mensen over yoga kan ik nou best wel enthousiast over praten. En ik doe het ook heel graag. Want hoe vaak yoga jij? Ik yoga niet vaak voor mezelf, maar in de les, dan zuig ik eigenlijk de stof op. Hm. En juist om met elkaar, de energie. En wat we ook gedaan hebben, was mijn docent er ook bij. Op een festival hebben we ook een mannenyoga gedaan. En wat er toen gebeurde, dat is onbeschrijfelijk. Wat gebeurde er dan? Zoveel mannen op één klein plekje. Nou, we zaten echt naast elkaar. En hoeveel energie dan vrijkomt. Nou, dat is onbeschrijfelijk. Dat moet je een keertje meemaken als man. Maar ik ben dus geen man. Nee, je bent geen man. Maar ik weet wel dat de zaal ernaast zaten, dus vrouwen te dansen. Mm-hmm. Nou, die zorgen van de energie wat vrijkwam uit de mannenzaal. Dat is fantastisch om dat te horen natuurlijk. Ik ben nou zo langzamerhand wel eens even heel benieuwd. Kunnen jullie dat even doen, die yoga? We kunnen natuurlijk wat yoga doen. En adem dan weer helemaal uit door je neus. En het laatste beetje trek je de lucht door het navel naar je ruggengraat. En trek het laatste beetje de lucht komt eruit. En dan laat je je buik weer los. En vul je weer helemaal. En wrijf dan in onze handen. Voel de warmte en energie. En kom zitten in dit poos. Adem in en adem uit. Adem in en adem uit. Adem in om te beginnen. Thank you.
kurename, yugat kurename, sat kurename, siri kurureve name. At kurename, yugat kurename, sat kurename, siri kurureve name.